Yo YouTube, Aysen hier met vandaag een nieuwe challenge. Na de Cinnamon Challenge, ja, die likes op die video waren gewoon fucking crazy. Maar vandaag kreeg ik ineens het geweldige idee om nog eens een egg challenge op te nemen. Lang, lang geleden, in een ver verleden, waarschijnlijk een jaar geleden of zo, heb ik eens een ei kapot geslaan op mijn hoofd per dit op Call of Duty Black Ops 2. Dat was de allereerste video die echt een beetje viral is gegaan bij mij in België. Dus ik dacht, oké, om toch nog een kleine shout-out te geven naar Eieren, moet ik nu de egg drink challenge doen. Deze challenge, ja, is redelijk simpel, maar het is gewoon fucking woes. Ik ga dus gewoon 2 eieren kapot slaan in een glas. Niet roeren, gewoon met het eiwit, het eigeel, allemaal in het glaasje laten. En dan ga ik proberen het glas te atten in één keer en het gewoon door te slikken. Maar voor deze challenge heb ik 2 geweldige mensen ingehuurd. En die eerste is Alec. Griffers. Product placement. En natuurlijk ook de enige echte Shaquille Polak. En we staan nu gewoon ja, op zijn dak. Dus een dikke shout-out naar Shaquille. Shaquille Polak. Dus ja, we gaan. Ja, jongens. Shaquille Polak. We gaan beginnen. Let's go. Jongens, eieren zijn goed. Zee, voor de enige echte fitness boys. Wat dat met jij? Dat is een bolletje. Nog een bolletje. Ah, balletje 2. Holy shit. Weet voor deze. Ja, dat wil ik zien. Dit wil ik zien. Eerst dan vooral hoop ik dat deze eieren nog goed zijn. Dat ze niet rot zijn. Jongens, er is voor jullie. Druk al even op het duimpje omhoog. Ik ben Aysen. En ik zeg. Let's fucking do this. Het is wel op. Oh my god. Oh my god, je voelt het zo naar beneden druppen. Holy shit. Ik voel me echt niet goed. Holy shit. Wat denk je van je? Ga nu springen. De helft, kom, spring. Nee, oh, rustig. Holy shit, alsof er een baksteen in je buik aan het roeien is. Maar wel, dan moet je springen. Holy shit. Als ik nu spring, kan ik dan een omelet maken in mijn buik. Doe, kom, spring. Oh my god, je voelt dat zo op en neer gaan zo. Oh my god, nee. Gaan we nog voor 2 eieren? Stop. Kan dat? Zullen we nog 2 eieren pakken? Nog 1. Nog 1, oh jee. Oké. Oké, na eieren 1 en 2 zei Alex, doe het voor de views. Drink er nog één op. Jongens, wat ik eerst moet zeggen, het voelt alsof er een taart wordt gebakken in mijn buik. Echt fucked up, ik weet niet. Echt fucking vies. Als je het drinkt, gaat het niet als een sapje of als water naar binnen. Het is net alsof je die ei in 2 delen snijdt als je slikt. En je voelt dat dat slijm uit elkaar wordt getrokken. En je voelt het door je slokdarm naar beneden gaan. Oké. Hier op ijs zit, doe hij geen pussy shit. We gaan gewoon nog een ei drinken. Let's doe this. Alex, kom. Ik heb idee. Nee, je eet het hele ei op. Wat? Klets hem in mijn mond. En dat zeg ik. Ik ga dat zelf doen. Ja? Ja. Oké. Ja, dat was het ei. Er zitten nu 3 kuikentjes in mijn buik. Hey, joh. Resta. Hey Alex, hoe zag het eruit van de behind the screens? Fucking wel. Oké, nice. Bedankt om te kijken naar deze challenge. Vond jij het nu leuk? Ga zeker een duimpje omhoog. Ik ben Aysen. Dik shout-out naar Shaquille. En naar Alex, check de channels in de beschrijving. Het gaat allemaal goed met dat. Ik denk dat ik nu ergens op een bankje ga liggen. Drinken. Ja.